Nieuw-Nigeri bestaat 140 jaar. Op 8 augustus 1879 werd deze stad gevestigd aan de linkeroever van de Nigeri-rivier. Een speciale commissie heeft in dit kader een feestprogramma in elkaar gezet. Dat loopt tot en met zondag 11 augustus. Als kick-off is een fakkel aangestoken op het Brassaplein, gevolgd door een receptie. Districtscommissaris Nisha Kurban Babu memoreert dat Nieuw-Nigeri vanaf de tijd van de plantages tot nu toe een bijdrage levert aan diverse sectoren. Nigeri staat namelijk bekend om haar rijstteelt. De ontwikkeling hiervan is niet alleen belangrijk voor het rijstdistrict, maar voor heel Suriname. Na 140 jaar is volgens de DC te merken dat verschillende diensten die in Paramaribo worden verleend, ook in Nigeri worden aangeboden. Dit is ook te merken op het gebied van onderwijs, waarbij vanaf de basisschool tot het hoger beroepsonderwijs kan worden gevolgd. Binnen de gezondheidssector is het streekziekenhuis uitgegroeid tot een modern medisch centrum, met nagenoeg alle specialisaties. In verband met de viering van het 140-jarig bestaan van Nieuw-Nigeri zijn ook 6 personen gehuldigd. Dit vond plaats tijdens de receptie. DC Kurban Babu geeft aan dat de gehuldigden van grote betekenis zijn voor niet alleen Nieuw-Nigeri, maar voor het hele district. Ze doen namelijk veel op sociaal-maatschappelijk gebied. Peggy en Ronnesse Tico bijvoorbeeld voedt dagelijks op eigen kosten 20 zwerfhonden. Zij is daarnaast ook bestuurslid van de Stichting voor Gehandicapten en zoekt vaak donaties voor weduwen met schoolgaande kinderen. De gehuldigde Siurani Panchu is 75 jaar en masseert reeds jaren baby's en volwassenen. De gehuldigden kregen allen een gouden speld, een door de president ondertekende oorkonde en een bloemstuk.